Maar het is een bumpy ride. Hoe ga je Europa bestormen? De afgelopen 3 jaar is meer veranderd dan 30 jaar daarvoor. Hij is volgens zijn LinkedIn-profiel al meer dan 20 jaar de algemeen directeur van Brunotti. Tijd voor een gesprek op CVD-TV. Mijn gast Henk Bergsma. Henk, van harte welkom. Dank je. Ja, meer dan 20 jaar, dat ziet eruit als een soort heel mooi glad pad. Van nou, ik ben ooit directeur geworden van een bedrijf en dat ben ik nu al meer dan 20 jaar. Maar daar zit wel een verhaal in, hè? Kun je dat vertellen wat het verhaal is? Ja, ik denk dat geen enkel ondernemer dat kan zeggen dat 20 jaar een glad pad is. Ja. Ja, je begint als jongetje met een droom en met een passie ergens voor. En dat is iets kleins. En ja, dat beaam je helemaal niet op dat moment van wat het moet gaan worden en hoe het gaat worden. Ik ben gewoon ondernemer geworden. En wat was die droom en die ambitie dan? Als jochie? Nou, ik had altijd al iets. Ik wilde iets voor mezelf doen. Ik kom zelf uit de watersport. En ik vond iets met om de watersport heen zitten. In dit geval dan met de windsurfsport en de surfsport. Ja, dat sprak mij wel heel erg aan. En ondanks dat ik zelf niet qua opleiding daarin thuis ben. Maar ja, sprak mij dat altijd heel erg aan. Dus... Maar het is een bumpy ride. 20 jaar, zeker textiel, retail. Ja, daar gebeurt ook een boel. En zeker de laatste jaren. Maar ja, van een bedrijf met 2 man tot een bedrijf met 40 man. En overname, private equity, et cetera, et cetera. Ja, is er gewoon heel veel gebeurd. Maar ook heel veel leuke dingen. Dus. Ja, maar pak er eens wat highlights uit van zeg maar, momenten. Als je terugkijkt, van, nou, dat zijn wel sleutelmomenten geweest. Nou ja, het zijn vaak echt keuzes die te maken hebben met uiteindelijk wel hele lange termijn planning. Origineel kwam ik uit Groningen. Ja, dan moet je al een beslissing nemen. Blijf ik met mijn bedrijf in Groningen? Of gaan wij weg uit Groningen? Gaan we naar het westen van het land? En, dus dat is dan een hele cruciale, hebben we toen genomen. Toen zijn we naar Houten gegaan. Daar waren wij importeur en een licentiehouder. En op een gegeven moment gezegd, we moeten ons echt bijvoorbeeld richten alleen op datgene wat die licentie deed. Dat was dan het merk Ocean Pacific. Dat was ook al een Amerikaans surfermerk. We deden nog 2 importmerken erbij, Mizuno en Avia. En toen moesten we ook weer een hele cruciale beslissing nemen. Want worden wij importeur als firma of worden wij zeg maar zelf producerend merkenfirma? En ja. Dus die keuze. En daaruit, ja, keuze bijvoorbeeld van hoe ga je Europa bestormen? Ga je dat met importeurs doen? Ga je dat zelf doen? Ga je eigen kantoren neerzetten? Nou, we hebben uiteindelijk gekozen voor eigen kantoren. Mm. Voor het eerst toen zelf een kantoor in Duitsland opgezet. Ja, dat zijn wel hele cruciale beslissingen. En in 2011 dan de keuze om met private equity aan boord te gaan. Ook een hele cruciale keuze. Een kleurrijke figuur ook, zeg maar aan het, tenminste, Theo Dietz ingestapt. Ja. Was dat het moment dat jij, want uiteindelijk heb jij ook heel veel geld verdiend. Wat lach je? Vind ik leuk dat je het zo zegt. Is toch? Maar er is heel veel geld in deze wereld. Ja, daar was je altijd vrij transparant over. Ja. Maar in ieder geval, dat is zoveel miljoenen dat je zeg maar, financieel onafhankelijk bent. Ja. Was dat moment of niet? Nou, dat is een van de momenten in de carrière. Kijk, ja. ik denk dat elke ondernemer natuurlijk altijd wel op zoek is naar een vorm van zekerheid, geborgenheid en heel plat gezegd zijn pensioen. En dat was wel onderdeel van dit. Maar het was ook een onderdeel van een groeiplan en om een volgende stap te maken. En Theo Dietz was een van de zeg maar, investeerders in een van die 2 zeg maar, private equity fondsen. Waar ik heel blij mee was. Want Theo is echt iemand van de vloer. Die kent ons product. Die kent surf. Die is een boardsport specialist. Hè. Dat is iemand die echt weet wat er gaande is. De man die O'Neill naar Europa gehaald heeft en groot gemaakt heeft. Dus ja, daar was ik wel heel blij mee. Een stuk know-how aan boord. En is dat ook zo uitgekomen uiteindelijk? Want uiteindelijk heb je het ook weer teruggekocht. Of is dat proces gelopen? Ja, dat is een heel, heel moeizaam proces. In de zin van, niet moeizaam, maar we hebben een hele mooie start gehad. We gingen ook hartstikke goed in het begin. En dan slaat toch wel de verandering ook in de retail toe. En die verandering in die retail hebben natuurlijk heel erg te maken dat de consument veel meer centraal is gaan staan. Dat je eigenlijk je strategie moet aanpassen. En die strategie heeft ook te maken met de omnichannel. Dus durven investeren in outlets, in eigen winkels, e-com, et cetera. Dus dat heeft een heel ander investeringsplaatje als het in het begin had toen zeg maar de 2 partijen aan boord kwamen. En op een gegeven moment dreven we gewoon uit elkaar van welke kant willen we dan op. En die kant waar we dan heen zouden moeten was met behoorlijke investeringen gepaard. En uiteindelijk hebben we tegen elkaar gezegd, ja, daar zijn wij de partijen niet voor onderling. Dat heb je teruggekocht? Ja. En, ja. Maar hoe ben je toen aan de investeringen gekomen om jouw plan uit te voeren zelf? Nou ja, daar zijn we nu nog volop mee bezig. We hebben natuurlijk gezegd, we moeten eerst maar weer eens baas in eigen buik zijn. En Theo Dietz is gelukkig aan boord gebleven. Dus hij heeft gezegd, Henk, ik ga met je mee. Dus we hebben met z'n 2 een plan neergelegd. En zijn naar de aandeelhouders gegaan van jongens, zo zien wij de toekomst. En zo zien wij die verandering. En daar zijn ze mee akkoord gegaan. En toen zijn ze uitgetreden. Hmm. En hoe ziet die toekomst eruit?
Ja, heel kleurrijk. Er gebeurt ook heel veel in retail en in textiel. Ja, wij hebben gewoon een relatief mooie firma. We leveren aan 2000 winkels ongeveer in Europa. We hebben alleen maar rechtstreeks distributie. Dus we hebben nergens zeg maar importeurs of ketens tussen zitten. Als je naar Griekenland gaat, dan zie je daar bijvoorbeeld Intersport Griekenland. Dan is dat onze rechtstreeks importeur. Daar dealen wij rechtstreeks mee. Dus we hebben de keten heel erg transparant en klein gemaakt. Daardoor kunnen we ook geld verdienen. En uiteindelijk geloof ik ook dat zeg maar nu in die veranderende markt daar ook kans voor is voor ons soort ondernemingen. We zijn natuurlijk ons soort ondernemingen, dat zijn... Wat zijn ons soort ondernemingen? Nou, dat zijn, producenten van spullen die rechtstreeks aan retail leveren. Ja, eigenlijk doe je de tussenschakel eruit. Ja, we hebben een hele tussenschakel ertussen uitgehaald. We zijn wel een merkretailer, een merkenleverancier. Ik denk dat een heel waar staat Brunotti voor eigenlijk? Ja, los van de origine, hè, dat een achternaam is van de ooide... Ja, ooit van Claudio inderdaad. Ja, wij zeggen een all-boardsport lifestyle merk. Dus wij eigenlijk alles wat met een board te maken heeft. Wij maken nog steeds op de originele plek in Scheveningen, waar Claudio ooit begon. Dus maken wij nog steeds surfboards. Daar maken wij nog steeds custom made, maar ook doen we daar alle shapes van onze boards. Dus de hardware is een hele belangrijke onderdeel van de kern van het merk. Maar heel eerlijk verdienen we ons geld met textiel. En, want wat er omheen zit, we zijn een strategisch merk bij Strategic Brand bij Intersport, internationaal. Mm. Dus wij leven echt van het textiel en de producten, de accessoires die daaromheen zitten. Dat bedoel ik te zeggen, die verandering is natuurlijk. En als je dan een merk bent in dat hele merkenspectrum, waar een aantal hele grote zijn, een Nike, een Adidas en een Essex, dan zijn wij natuurlijk een van de kleinere spelers. Maar doordat we die flexibiliteit hebben, kunnen we daar prima in allerlei vragen voor doen, die eigenlijk die hele grote jongens niet kunnen doen of niet willen doen. Wat zijn je verkoopkanalen op dit moment? Want je doet... dat is retail, maar ook online. Hè? Want ik zie ook bij de Zalando's van deze wereld... kan ik ook gewoon Brunotti kopen. Ja, we hadden het al net even kort over het omnichannel. Hè? Ja. Dus via allerlei verschillende kanalen bij je consument komen. Daar gaat het uiteindelijk om. Waar wij vroeger een heel simpel wholesale bedrijf hadden... waren twee collecties, een zomercollectie en een wintercollectie. En dan was het 2 maanden hard werken en daarna 2-3 maanden was het rustig. En dan ging je collectie uitleveren en dan deed je er een factuur bij. En 30 dagen later moest iedereen betalen. Ja. Maar die tijden zijn natuurlijk helemaal veranderd. Ja. En onze e-com omzet is ongeveer 30% op dit moment. Dus, maar daar zitten ook koppelingen bij. Dus longtail, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor de voorraad. En de e-commer aan de andere kant het hele logistieke proces doet. Dus hele andere zeg maar cashbeslag, hele andere manier van denken. We hebben nu day-to-day business. We zien elke dag onze omzetten. We weten of het een goede week is geweest of een slechte week is geweest. Het is een heel ander model. En dat hele omnichannel veranderen, daar merk ik wel in dat heel veel mensen en ook merken het moeilijk hebben om dat hele logge grote apparaat te veranderen. En daar kunnen wij redelijk goed op dit moment inspelen. En kunnen alle retailers hierin mee, in deze strategie die je nu schetst? Want... Ja, de goede wel. En ik denk dat dat de slag is die er gebeurt op dit moment. Want verkocht je ook bij Hudson Bay bijvoorbeeld? Nee, daar hadden wij van tevoren al niet zoveel vertrouwen in. ik noem die namen, niet om hun te shamen. Maar ik had zoiets van, ik weet niet wie het verzonnen heeft. Maar dat kon zelfs ik al vanaf dag 1 zien dat niet ging vliegen. Nou ja, het interessante is als je over retail hebt. En wij gaan met 10 mensen om de tafel zitten en we maken een lijstje. Wie denken jullie nou langer termijn wie overleeft? Dan komen we heel snel allemaal wel met hetzelfde lijstje naar boven. En dat is eigenlijk wel apart, want het zijn natuurlijk allemaal best... aanwezig bedrijven, ook in het Nederlands retaillandschap. En die niet kunnen bewegen. Vroom en Dreesman zagen we natuurlijk ook al heel lang aankomen. Dus, en die niet kunnen bewegen, die dus niet hun strategie kunnen veranderen. Waarschijnlijk door die grootsheid in dat hele veranderende omgeving. Is het grootsheid of ik denk ook wel eens... het is een gemis aan liefde voor het vak? Ik weet niet of dat zo is, maar daar wil ik je mening over weten. Maar ik merk bij heel veel retailers waarvan je gewoon weet dat ze om gaan vallen, om maar metaforisch de blokker te noemen. Ze stellen hun dood wel heel lang uit. Ja. Maar uiteindelijk, er zit geen liefde voor online. Die vinden online niks. Die willen gewoon, die houden van vroeger, zoals het was. Ja. En volgens mij red je het, want je moet wel van het nieuwe speelveld houden, volgens mij, als ondernemer, om daar succesvol in te zijn. In eigen vlees snijden is het moeilijkste wat er is, hè? En dat is wel eigenlijk wat je nu zegt. Van, ga veranderen en ga dus in je eigen vlees snijden. Want het betekent eigenlijk dat je andere mensen nodig hebt. Ja. Ik had heel erg een wholesale bedrijf. Ja. Dus wij leveren de aanwinkels. Doen we nog steeds, zijn we ook heel trots op. Maar ik heb ondertussen ook een retail gedeelte nodig. Ik heb ook een e-com gedeelte nodig. Dus ik heb andere mensen nodig. Wat zou jij nou doen als jij nu aan de top zou staan van zo'n grote logge retailer die gedoemd is te mislukken? Wat zou je dan doen? Ja...
Dan vraag je wat. Nou, kijk, de wil en de durf om te veranderen is dan absoluut van levensbelang. En daar heb je vaak wel een harde saneerder voor nodig. Ja. En dat zijn vaak geen bouwers. En twee dingen tegelijk kunnen, saneren en bouwen, is heel moeilijk. Dus ik denk dat ik dan toch eerst zou kiezen voor een saneerder. Ja, en, dan, en daarna een bouwer. Ja, en jij bent een bouwer. En ik ben een bouwer. Ja. Ja. Hoe zie je de retail van de toekomst? Als je hebt, even, pak even de offline. Ja, je ziet, omnichannel is denk ik het toverwoord, denk ik niet voor niks. Dus bestaat er straks nog een retailer zonder een omnichannel presence? Ik denk moeilijk. Hmm. Ik denk moeilijk. Ik denk dat we allemaal dezelfde opdracht hebben. Hoe krijgen wij onze producten bij die consument? En hoe gaan we die consument tevreden stellen in het kopen van die producten? En liefst via een retailer, als het kan. En als het via zijn eigen omnichannel kanaal is, dan is het zo. Doe met de winkelstraat? In de middelgrote? Ja, die gaat natuurlijk veranderen. En dat zie je nu al ontstaan. Kijk, hij staat nu vooral leeg. Ja, en, maar ik denk dat grote steden wel vol blijven. We zitten hier in Amsterdam, dat zal altijd wel zijn functie houden. Het gaat met name om de Gouda's en de De IJsselsteins en Nieuw-Heinz en noem ze allemaal op. Ja, dat zal steeds moeilijker worden buiten de necessities. Hè. Echt de winkels die je nodig hebt, de food, de apotheken, et cetera. Ja, dan zal het zeg maar textiel daarin moeilijk overeind te houden zijn. En hoe zie je online bewegen? Wat zie jij daar als jij iets verder kijkt dan volgend jaar, maar zo de komende paar jaar? Wat zie jij daar aan ontwikkelingen gebeuren, aan trends? Nou ja, ik vind online altijd een heel moeilijk aspect van onze omgeving. Niet omdat het moeilijk is om te begrijpen, maar het is heel moeilijk om er geld mee te verdienen. En dat blijft een heel groot vraagstuk. Een irritant element van online. Een irritant element, want ik vind het als ondernemer gigantisch moeilijk om een zaak te drijven waar ik verlies mee draai. Ja. En we draaien misschien dit jaar net break-even, maar het is altijd, het blijft een vraagstuk. En als ik zelf dan lange termijn kijk, wij zijn een merkenretailer, dus wij zullen altijd wel ons e-com goed kunnen blijven besturen. Hm. Omdat wij vanaf de Chinees en vanaf die mensen waar onze producten gemaakt worden, tot aan de consument onze marge hebben. Hm. Dus wij zullen wel als merkenretailers, dus de single en de monobrands e-com stores, zullen wel aanwezig blijven. Ik denk dat er heel veel andere kleine gaan verdwijnen en dat er uiteindelijk alleen maar een paar hele grote overblijven. Ja. En die papa, mama, zeg maar, ik kom winkeltjes bovenop de zolder. Dat kan lange termijn niet overleven. Want dat is gewoon grootsheid. En grootheid wordt gewoon heel belangrijk in e-comland. Is het big or niche or go home? Is dat het? Ja. Of extreem niche? Ja, maar goed, of zo'n danig specialisme bieden in die niche. Dat ik kan me voorstellen, iemand die hengelapparatuur voor vissen biedt. Die zo'n specialisme heeft, die kan overleven. Iemand die een goede gitarenwinkel. Ja, je hebt daar een aantal hele goede sites, heb je daarvan. Dus specialisme zal altijd ook in de retail blijven en overleven. Daar ben ik van overtuigd. Hoe belangrijk is transparantie in de keten? Dat is natuurlijk bij kleding met name een discussie de laatste paar jaren. Ja. Wordt je kleding wel netjes gemaakt? Zitten er geen kinderhandjes aan? Tegelijkertijd de consument die soms denk ik dan wel eens gewoon scheid heeft, want uiteindelijk toch gewoon goedkope kleding koopt. Ja. Blijft dat een spanningsveld? Het is een gigantisch spanningsveld. Aan de ene kant wordt er iets gevraagd wat we moeten leveren met z'n allen. Aan de andere kant is er geen vraag. Ja. Want zo simpel is het. Kijk, ik durf te stellen dat wij met Benotti in hele nette landen produceren. Want kijk eerst maar eens naar de landen van herkomst en dan ben je al een heel stuk verder. Je zegt een aantal landen moeten gewoon op de blacklist, dan moet je überhaupt geen kleren laten maken. Nou, dat vind ik te ver gaan. Maar de kans dat daar zeg maar meer met de normen en waardes getornd wordt, is groter, laten we het zo zeggen. En, ik denk ook dat straks, we hebben het over schaamte. Maar ik denk dat er ook wel een soort van koopschaamte op de duur gaat ontstaan. Want kijk, dat t-shirtje wat wij maken voor de zomer, wat tussen de 19,99 en 29,99 kost, is bedoeld om minimaal 2-3 jaar te hebben en te dragen. Datzelfde t-shirt kost evenveel water om te verven, evenveel verf als eentje bij een goedkopere keten. En ik ga geen namen noemen, maar waar mensen soms 4-5 van kopen. Dus, en die gaan vaak minder lang mee dan dat artikel van ons. Dus ik denk op den duur dat mensen daar wel wat meer over gaan nadenken. Ik hoop het zelfs dat ze er meer over gaan nadenken. Want die hele fast fashion is natuurlijk gewoon een verbruiksindustrie. Ja. En dat is de ene grootste vervuilende industrie ter wereld. Hè? Ja. Dat vergeten heel veel mensen. Op vakantie gaan en 4 bikinis kopen ergens bij een keten of eentje bij ons. Hmm. Dat is de keuze. Ja. En daar vind ik wel dat er moet de consument uiteindelijk bepalend in worden. Ja, consuminderen is uiteindelijk toch een hele effectieve oplossing van heel veel problemen. Ja. Ja. Dat betekent ook een soort rem op het hele oude economische model. Maar dan gaan we het weer macro trekken natuurlijk. Ja, want als ondernemer wil je natuurlijk altijd groeien en meer en groter. Ja, maar dat mogen we ons wel eens af gaan vragen of dat wel de oplossing is.
Wij hebben zelf in onze interne programma onze groene paragraaf, zeg maar, onze duurzaamheidsparagraaf binnen Brunotti. Die gaat om de reduce, verminder, reuse, hergebruiken en recycle. En recycle eigenlijk in de laatste keten. Maar vooral om van hoe kunnen we verminderen? Wat moeten we verminderen? Hè, om toch nog steeds ook mee te kunnen in het concurrentieveld. Maar wat kunnen we allemaal doen om dingen te verminderen en te verbeteren? En nou ja, daar hebben we allemaal middelen voor. We zijn nu bezig met een garantiesysteem of wintersportjacks. Waarom zou je elk jaar een nieuw wintersportjack moeten kopen? Waarom niet gewoon een garantiesysteem van 3 jaar erop zetten, zodat mensen ook weten, je koopt dit. Tuurlijk, het is wat duurder, maar je betaalt mee aan het verminderen van onze footprint. Tot slot, je hoeft niet meer te werken. Even in de platte zin des woords. Je bent sporter geweest, of nog, maar want je hebt gezeild ook op hoog niveau, toch? Ja. Ja. Hoe hoog? Ik heb tegen Olympische Spelen aangezet. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat is dan veel hoger kun je niet gaan natuurlijk. Je bent ondernemer. Je hebt ook wel een soort van politiek engagement, kan ik mij zomaar voorstellen. Ja. Wat gaan we de komende jaren allemaal doen? De persoon, Henk Bergsma, zeg maar. Nou, ik ben nu net sinds een jaar weer baas in eigen buik, Ronnie. Dus wat dat betreft, op de zaak hebben we nogal wat te doen. Ja. Ik sprak laatst met iemand die zei van Henk, de afgelopen 3 jaar is meer veranderd dan 30 jaar daarvoor. Daar zitten wij ook in. Ik vind het ook heel interessant. Het is echt heel bijzonder om van een wholesale bedrijf een zeg maar meer consumentgericht bedrijf te maken. Ja. Dat is heel erg leuk. Politieke ambities blijf ik houden, maar ja, dan moet je mij ergens tegenaan lopen en dan moet je een mazzel hebben. Sporten blijf ik zeker doen, want dat is echt onderdeel van ons leven, van mijn leven. Ja. Dus dat. En stilzitten kan ik absoluut niet. Dus. Nou, je hebt het 18 minuten volgehouden. Dus, dat is goed. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Vond het heel leuk te zijn. Dankjewel. Okay. En dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering hier op 7D-TV. Abonneer je op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Doe het duimpje omhoog als je het een leuk gesprek vond. En heel graag tot de volgende keer. Hoi.